Ah, godverdamme jongens, ik moet die controle straks nog vreed houden. Hey jongens, super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video hier op mijn kanaal. En ja, hier zit ik nog alleen, want ik neem nu alleen eventjes de intro op. Leuk dat je kijkt. Vandaag gaat mijn moeder het Sisters Parcours proberen in Fortnite Creative, jongens. En ik denk dat jullie dat heel erg leuk gaan vinden. Dus mocht je dit nou leuk vinden, laat dan zoveel mogelijk blauwe duimpjes omhoog achter. Als wij vandaag de 1500 likes kunnen halen, zou ik dat super tof vinden. Ben nou nog niet geabonneerd, abonneer dan nu eventjes op mijn kanaal. Want we hoeven nog iets meer dan 6000 abonnees voor de 100k. Dus het zou super nice zijn als we daar zo dicht mogelijk bij kunnen komen. Maar ik ga vanaf morgen iets heel erg leuks doen in elk begin van de video. Namelijk, ik ga één van jullie een shout-out geven op Instagram die mij volgt. Dus volg mij nu eventjes op Instagram. Hier beneden in de beschrijving staat het. En mijn Instagram is gewoon @ohmygodischesto. Je kan me dan ook volgen. En wie weet ben jij dan morgen in de video een shout-out. En dat ga ik zo een beetje elke video doen. Dus ik denk dat ik jullie niet langer ga wachten. Wij gaan dan gewoon naar Creative Map om te kijken of mijn moeder überhaupt wel een leveltje kan halen. Dus ja, laten we gaan kijken hoe mijn moeder het doet, jongens. Dus ik zou zeggen, zoals ik al zeg, let's go. Oké, jongens, zoals jullie zien zit ik naast mijn moeder en ze gaat het proberen, jongens. Ze gaat het proberen om het parcours van Sisters te doen. Dus ja, nogmaals, als wij niet die 1500 blauwe duimpjes omhoog kunnen halen, zou ik het ook niet weten. Want ja, ik heb de game al gestart, dus officieel mag ze gaan beginnen. Maar denk je dat ze het gaat halen of niet? Dit was springen, dit is... Links, oké, voor mijn moeder. Ze heeft nu mijn controle vast, hier zo. En ik heb even uitgelegd wat alles is. Namelijk, mijn linker achterknopje is springen. Maar ze kan ook gewoon springen via dit dingetje hier zo. Welke, links natuurlijk lopen, wat zeg met welke kan ik verder springen? Geen, je kan met even allebei springen. Dus kijk, er zit geen verschil in, zeg maar. Dit was natuurlijk kijken, dit rechterstukje. En het linkerstukje was lopen. Die is kijken. Dit is om je heen kijken, maar die heb je eigenlijk het minst nodig. Het meest heb je links en links nodig, de twee linkers. Oké. Kijk aan, want hier is die trap dadelijk, ja, hè? Ja. Oké. Blauwe lijn en dan gelijk naar achter lopen. Als je die blauwe lijn... Iets verder nog en dan gelijk terug. Terug nu. Nog een keer. Iets verder en dan gelijk terug. Kom op, je kan het. Nog verder. Waarvoor doet hij het niet? Omdat je nog verder moet. Terug nu! Ja! Je bent dood. Oké. Als mijn moeder, ze mag wel een soort van joker gebruiken. Ze mag twee keer een joker gebruiken, vind ik. Want ik ga er eigenlijk wel een stukje helpen. Stel, ze zou niet verder komen dan dit beginstuk. Kijk uit, hè? Oké, je was een iets verder nog. Je moet echt heel snel en dan heen en weer. Nog terug. Verder nog. Jezus. Nog verder, verder, verder. Terug. Ja, lopen. Daar doorheen, daar doorheen. Wow. Oh yes, we hebben hem gehaald. Ze heeft hem gehaald, jongens. Let's go. Even kijken, moet ik daar recht voor staan? Het liefst wel. Dus ja, je moet een aanloopje nemen. Hoe gaat deze toen een beetje zo naar achter? Wacht, hoe doe ik dat? Dat kan niet. Kom op. Oh. Sta ik erop. Ja. Oké. Okay. Waar moet ik heen? Oké, wacht. Je moet even kijken. Ik ga daar een klein beetje helpen, jongens. Okay. Oh, die moet ik nu. Maar je moet een klein beetje met je stikje naar rechts. Naar rechts. Ja, nog een stukje en dan een beetje naar, heel klein beetje naar achter. Dan val ik er al. Nee, kan nog niet. Nog een klein stukje. Dan val ik. Nog een klein stukje. Maakt niet uit. Nog een klein stukje. Oké. Okay. Je moet nu weer naar voren en springen. Ik hoef niet met mijn... Nee, want je staat goed. Naar voren en springen. Waar verdeed hij het nou niet? Oh, ik deed je moet hem ingedrukt houden. Je moet naar voren ingedrukt houden. Oh, nu moet je weer... Dit is gemeen. Nee, het is je eigen schuld. Ik nu daar had mogen beginnen. Nee, je moet hem weer halen. Jezus. Je hebt hem net ook gehaald, dus het is niet te moeilijk. Je moet iets verder, want hij triggert hem niet. Nu wel. Lopen. Waar ben ik? Ja, je bent weer hetzelfde. Kijk, ik moet even daarheen. Zo. Ja. Ja. Oké, lopen en dan weer die eerste jump. Ik heb hem net gehaald. Het gaat je zo lukken. Gewoon lopen en springen. Je moet wel het lopen ingedrukt houden. Die link naar voren. Springen! Die was er wel op, maar je moet iets meer naar links. Je moet daar weer die trap gaan halen. Ken je toen niet, Jezus. Kijk uit, hè? Ja. Oké, let's go. Dit heb je nu. Oké, dit heb je nu. Oké, ik ga je even helpen met kijken, ja? Iets naar links. Met je rechter naar links, met deze. Naar links, dat is rechts. Zo, ja. Oké, je moet nu naar voren lopen. Gewoon je pijl die linker naar voren en dan springen bij die blauwe lijn. Spring! Je moet wel meer naar links. Je loopt naar rechts. Nou, dat eerste stukje van me. Gaat ze überhaupt verder komen dan de eerste jump? Dat is de vraag van vandaag, nee, jongens. Nee, ik denk het niet. Nou, dan kunnen we... Kijk uit. Ja. Ze heeft in ieder geval deze al gehaald. Dat is één ding wat goed is. Zo. Oké, nu naar voren en springen. Want dan sta je perfect. Je staat nu perfect. Spring! Ja! Jij hebt hem weer, je hebt de eerste nummer weer gehaald. Oké, nou moet ik even gaan kijken. Oké, let's go. Ik ga je helpen. Wacht.
Nee, dat is de verkeerde kant. Die kant op. En dan... Nee, iets meer nog. Iets meer die kant op. Ik moet zo'n beetje lopen. Ja, wacht even. Ik ga even zorgen dat je er goed naar kijkt. Dan mag ik er wel bij helpen, jongens, vind ik. Zo. Oké, dat doen we. Zo, 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 zo. 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 Helemaal naar voren, die linker. Ja. En dan springen. Maar wanneer... Alle twee tegelijk? Nee. Je moet zeg maar... Ja, Eerst naar voren en dan als springen. Als je op dit puntje bent bijna, dan moet je springen. Nu! Bijna. Bijna. Je moet... Dat linker pijltje moet je meer ingedrukt houden. Linker pijltje? Nee, linker ding moet je meer naar voren gedrukt houden als je springt. Want je laat hem los in de lucht. De knop? Ja, die linker. Linker pijltje. Ja. Oké, je staat er nu weer recht voor. Is goed zo, hè? Recht vooruit lopen met die en dan springen we de blauwe lijn nog een keer. Nu! Iets meer naar links schieten. Dat iets meer naar links schieten. Maar jongens, dit is echt best moeilijk. Het is voor het eerst dat ik dit doe, hè? Dit is oprecht waar. Dit is de allereerste keer. Ze hebben geen training gehad, jongens. Ik wil het wel zo leuk mogelijk houden. Maar ze doen het voor mij, vind ik best wel goed. Oh, te laat. Ja, oh, nu was je te langzaam. Zonde. Nu was je te langzaam. Kan ook gebeuren, jongens. Kan ook gebeuren. Let op. Daarachter. Kijk. Deze, je hebt deze wel gewoon onder de knie. Dus ik denk dat ik dat andere dingetje makkelijker kan met dat, waar die traps... Die vier erachter. Is dat een beetje overmoedig van mij. Die kunnen we, als je dadelijk wil, wel proberen. Oké, meer naar links. Nee, want meer naar links. Nee, dat is kijken. No. Ja, even goed. Zorg ervoor dat je met dit dingetje, met dat witte dingetje, op dat blauwe boxje staat, zeg maar. No, nee, omhoog. Naar rechts. Links. Jeetje. Daarop. Zo ongeveer, oké. Okay. Je gaat nu een klein beetje naar links met je linkerstikje. Naar links. Ja, nog een klein beetje. Iets naar achter nu, dus naar je toe. Ja. Nog een klein beetje naar links. Oh. Ja. Nog aan de achter. Je moet een stukje naar achter. En dan ga je weer rennen naar voren en dan bij het blauwe dingetje ga je springen. Oh mijn god. Bij het blauwe pijltje. Bij het blauwe streepje. Ja, wacht even. Dit is rennen. Nu! Deze steeds! Je weet in ieder geval wel hoe je de eentje doet. Oké. Okay. Even kijken, ik moet... Kijken naar links. Daar, rustig. Daar. Oké. Okay. Zo was die. Nee. Au, jeetje. Je gaat nu naar voren en zodra je weer bij dat puntje bent, springen en de hele tijd... Maar mag ik dit ook langzaam doen? Dat kan niet. Je kan dit niet langzaam doen, want dan val je niet. Hij kan niet langzaam lopen, nee. Dat poppetje. Nee, want dan hou je het niet. Nee, je moet het meer naar voren gedrukt houden, want zodra je springt, laat je hem los. Je kan in de lucht ook nog voorgaan. Deze moet je halen. Ik vind dat je minimaal tot jump 2 moet halen. Ja. Anders ben ik teleurgesteld, denk ik. Ja. Nee hoor. Ik vind het al knap hoe je dat nu doet. Laten we eerlijk zijn, jongens. Weet hoe ze een trap moet dodgen. Kijk maar. Oké, in één keer doorlopen nu. Rustig. Probeer gewoon in één keer doorlopen en dan springen bij die blauwe lijn. Lopen, springen. Nee, je moet doorlopen toch? Dan moet je wel doorlopen. Oh my god, jongens. Ik heb nooit geweten dat het zo moeilijk is, hè? Jump. Je haalt deze wel gewoon clean, hoor. Ja. Naar links. Klein beetje naar links. Ja, oké. Okay. Naar achter nu met je poppetje. Ik ben zo bang dat dat... Kijk eens een klein beetje naar onder. Kan je er ook afvallen? Ja. Kijk eens een klein beetje naar onder. Heel klein beetje naar onder kijken. Dat je echt met dat witte... Ja, zo. Oké, nog een klein beetje naar achter kan je zelfs. Oké, nu een klein beetje naar links. Links. Die kant. Ja. Oké. Okay. Luister wat ik zeg. Rennen. Bij dat puntje hier. Springen en je linkerstikje naar voren houden totdat je geland bent op dat ding. Dus ook al spring je, je linkerstikje naar voren. Oké, okay, weet je wat ik ga doen? Ik ga voor je springen. Jij hoeft nu alleen maar naar voren te lopen. Told you. Oké, okay, nummer 3. Kijk hoeveel je nog naar achter kan. Zie je? Oké, okay, deze ga je zelf doen, oké? Okay? Ja. Weer naar voren en springen en zorg dat je op dit puntje terecht komt. Daar. Naar voren en springen. Bijna. Ja, ik liep het knopje weer door. Ja, doe dat dan niet! Doe dat dan niet! Oh mijn god, jongen! Oh, nou, je kan weer opnieuw beginnen. Verder naar binnen. Ja, wacht even hoor. Ik ga eerst anders staan. Hoe wil je anders gaan staan? Je bent nog lang niet naar binnen. Nu wel. Kijk, dan zie je ook dat hij afgaat. Ja, je gaat nou de hele verkeerde kant op, volgens mij. Oh. Daar. Ja? Oh, nee. Oh. Daar, oké. Okay. Paal was rechts van je, dat je dat even door mijn had. Je moet er wel recht voor gaan staan. Oh. Oké, okay. Daar gaan ze weer, jongens. Deze triggeren, want dit kan ze nou. Kijk.
Zullen we het anders zo doen dat ik voor je ga springen en dat jij gewoon het bestuurt? Ik spring alleen maar. Wacht even. Ik sta daar nu recht voor. Ja, dus nu naar voren lopen en springen. Oké, loop naar voren nu. Ja, dan moet je niet naar voren blijven lopen. Want dan ga je eraf lopen, dat zie je vanzelf ook al. Wat ze dus net de hele tijd niet doet, doet ze dan nu wel, alleen op het verkeerde moment. Het zal allemaal, deze mag ik mezelf doen. Niet. Ik doe niks, hè jongens? Ik zit hier zo te genieten. Die is het. Sta ik er nu goed? Ja, als je nu gewoon naar voren loopt en dan springt bij de blauwe lijn harder. Nee, je moet naar links. Goed zo. Kijk hoe de baas het doet, hè? Zo. Nu naar voren en dan springen. Oh, jeetje. Helemaal zelf. Helemaal zelf heeft ze hem gedaan, jongens. Let's go. Oké, nu die. Ik ga hem alleen even helpen, dat je goed staat. Oké, nu moet je... Waar ik nu op richt, ja. Op dat punt moet je springen door naar voren te gaan en weer te springen. Naar voren en springen. Nu? Doe maar, wanneer jij klaar voor bent. Ik ben bang dat ik hem niet haal. Naar voren en springen. En je poken weer naar voren houden totdat je op dat ding ongeveer landt. Die, hè? Ja. Spring! Bijna! Je moet echt iets later springen nog eigenlijk. Iets later springen. Ik weet even nou niet meer waar ik heen moet. naar het eerste paaltje daar. Ja. Zo. Daar. Naar het allereerste paaltje. Maar ik moet daarvoor gaan staan, hè? Ja, dat is waar. Zo. En dan draaien. Ja. Ja. Nu kan ik gaan springen, hè? Als je wil wel. Moet je wel bij die blauwe lijn springen, ongeveer. Nu. Die heb je weer. Spring. Lekker hoor. Deze heb deze je ook. Deze kan ik. Ja, en dan nu naar rechts. Denk ik. Naar rechts. Maar deze is weer moeilijk. Kijk eerst even naar onder. Kijk eerst even een beetje naar onder, zodat je je plateautjes. En dan, echt, als je bijna op dat puntje bent, spring je. Nu! Hij deed het niet. Oh, dat kon niet, maar ik hoorde het. Ik krijg helemaal... Voelen? Ah, godverdamme jongens! Ik moet die controller straks nog feest houden! Ja? En dan denk ik dat we nu maar gewoon... Springen? Gaan. Ja? Dan ga ik daar naartoe. Zo. Iets naar beneden, dat ik nog plateautjes zie. Ja, iets naar achter nog? Ja? Oké, ja. Is dat goed? Moet ik nog naar rechts? Nee, hoeft op zich niet. Okay. Gaat goed zo. Alleen moet je iets... Jij moet nu dit maar even doen, denk ik. Hoe bedoel je? Wat moet ik doen? Ik wil de volgende proberen. Wil je het volgende level proberen? Ongeveer wel, ja. Ja, ongeveer. Zie je, het is heel belangrijk dat je op die puntjes landt. Nou, die hebben we gehaald. Zie je? Nou, succes maar met deze. Nou krijg ik weer... Ja, weet je wat problemen met deze? Kijk. Je moet dadelijk, als je hierop springt, ben je safe. Maar als je op die springt, dan gaan die traps op, dus moet je nog een keer springen. Dus als je erop komt, kijk. Dan moet je er wel opkomen. Dan moet je nog een keer omhoog springen, zodat je die traps ontwijkt. Succes, laat hem één poging doen en dan... Ik moet dit ook nog editen, hè. Dat wordt best lastig als het zo... Wauw, oké, dat is deze. Ja, je moet links hoog, op die linkerhoge gelijk springen, daar. Moet je even laten springen. Ja, ik had verder door moeten lopen. En laten springen. Dan haal je hem wel. Oké. Dan haal je hem wel, moeders. Nu. Iets later nog. Iets later nog. Kom op, je kan het. Nog twee pogingen, ja? Ja. Dan gaan we het gewoon binnenkort nog een keer doen als jullie het willen zien. En hopen dat ik dan iets verder ben. Dat ik het een beetje kan. Heb je een bril nodig? Want? Je ziet zo... Oké, okay, let's go. Deze kan je halen. Je kan minimaal de eerste jungle halen, toch? Kijk! Tuurlijk. Oké, naar onder kijken nu. Kijk, daar moet je nu op die kleine, op die kleine, op die kleine, op die kleine. Oh, daar. Daar moet je op landen en zodra je erop landt, nog eens springen. Dus alleen de lucht in, dus dan moet je die niet meer aanraken. Naar voren, springen. Springen. Moet ik nu al springen? Ja, daarop en dan terwijl je landt, gelijk nog eens springen. Ik ga die tweede jungle doen voor je, als jij daar maar op landt. Wacht, wat moet ik nu doen? Eerst lopen? Naar voren lopen en dan springen daarop. Dan moet je wel springen. Ja, dan kan je kijken naar de controller, maar die doet het gewoon. Chimpie. Oké, nog één poging jongens, nog één poging. Oké, je moet naar voren lopen en springen. Het enige wat je moet doen. Anders doe ik het, ik doe het springen wel, ja? Als jij alleen maar naar voren loopt, zeg maar als je dan gaat lopen. Ja. Hou op! Dan moet je ook niet te ver naar voren. Dit gaan we niet worden, we gaan hier wel op oefenen, oké? We gaan hier wel op oefenen jongens, wij gaan hier op oefenen. En dan ga ik jullie beloven dat zij verder komt, in ieder geval tot de helft komt van stage 2. Ik vind het knap dat ze tot de helft van stage 1 ongeveer gekomen is. Ik beloof niks hoor. Maar ze heeft dit nog nooit gedaan, dus laten we daar eventjes gewoon dat voor opstellen. Mocht je dit nou leuk hebben gevonden, wat ik wel denk,
Dus dat je even een blauw duimpje omhoog achter moet laten. Nogmaals, 1500 likes zou het mogelijk moeten zijn. Ben nog niet geabonneerd, abonneer dan zeker even op mijn kanaal. Want we hebben volgens mij bijna de 94.000 abonnees. Wat inhoudt dat we bijna de 100k hebben. Dus mam, zeg eens wat ze moeten doen. Abonneren. Let's go. Je mag wel een beetje blijer zijn, want je hebt gewoon de helft gehaald. Maar, ik hoop jullie morgen om 6:30 denk ik weer te gaan zien bij een nieuwe video op mijn kanaal. Bedankt voor het kijken. En zoals ik altijd zeg, later. Tot morgen. Hey.